Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Matafs gaat naar de kant. En Lars ten Tijen, 19 jaar, gaat zijn debuut maken in de Eredivisie. Ja, Lars, gefeliciteerd. Jouw naam staat nu ook officieel op de Helderwand. Ja, dankjewel. Een mooi moment voor mezelf. Als we terug gaan naar jouw debuut, Excelsior uit. Vertel eens. Ja, ik moest warm lopen van de trainen. Het stond 3-0 en ik dacht, ja, daar is de kans wel groot dat ik nog even wat minuten krijg. En hij riep me, ja, en dan voel je alles trillen en alles bewegen. En dan kom je erin en dan ben je eigenlijk alles vergeten en dan focus je gewoon op het voetballen. En dan gaat alles weer vanzelf. En het had niet veel gescheeld of je had zelfs gescoord tijdens je debuut. Ja, klopt. Ik kwam net 1 lengte tekort op het begin. Anders had ik direct bij mijn eerste balcontact een doelpunt gemaakt. Ja, dat moet wel lekker, hoor. Ja, dat is een beetje steun. Ja, dat voelt goed. We kijken altijd naar als klein jongetje als je hier binnenkomt. En nu sta je er zelf op. Ik speel al jarenlang in de voetbalacademie, een jongen ook uit de buurt. Ik kan me voorstellen dat het dat extra speciaal maakt. Ja, zeker. Ik kom hier uit de buurt en dit is mijn 11e seizoen bij Vitesse, dus dan is het wel speciaal. En kort voordat je je debuut mag maken, heb je ook nog eens een contract ondertekend voor meer jaren? Ja, klopt. 1 dag van tevoren, dus ik heb me voor 3 jaar vastgelegd bij Vitesse en ik hoop me hier verder te ontwikkelen. Ja. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.